geplukt door Tahiri Sahawi. Keulert. Goed ingespeeld door Haaien. Versnelling in de Heerenveen aanval. En Pedersen met de ingreep. Dat zag er even aardig uit. Tahiri. Dat is geen gekke voorzet. Sterker nog, dit is de beste kans van Heerenveen in de tweede helft. Invaller Sahawi schiet hem recht in de handen van Welleroyd. Moest er snel handelen in de dropkick. Geen power in die poging. Voorzet gemist en dan Sahawi met de mogelijkheid. Komt hij tot een schot? Ja, dat komt hij wel. Maar Pedersen staat goed en dan de bal nog. Bijna binnen getikt, maar buitenspel. Dan zit hij van Oudon. Maar zo laat Heerenveen zich dus eindelijk zien in die laatste 10 minuten. Hachelijke momenten voor de goal van Wellenreuter. Dan kiest Maus voor de peer naar voren. Geertruida te laat komt. Sahawi. Goed balletje van Sahawi. Hartman. Wel of niet die strafschop? Nee, het spel gaat door. En dan nog een uithaal van Ewijk. Maar was daar sprake van een overtreding van Hartman die zijn benen in het duel zet? De vraag is of hij zijn voet op de voet zet van de tegenstander. Nee. Kukçuk te laat. Een geel. En dat is een kaart met gevolgen. Want dan mist Kukçuk de wedstrijd tegen AZ. Die stond op scherp. Sahawi. Bewegingen van Sahawi, wat gaat het opleveren? Komt in ieder geval tot een voorzet. En dan uit de tweede lijn. Ja! Zo wat een fantastisch doelpunt. Spanning terug naar deze moker van Ottelen. Bewegingen van Sahawi, wat gaat het opleveren? Komt in ieder geval tot een voorzet. En dan uit de tweede lijn. Ja! Zo wat een. Bewegingen van Sahawi, wat gaat het opleveren? Komt in ieder geval tot een voorzet. En dan uit de tweede lijn. Ja! Zo wat een fantastisch. Nee, je kunt niet zeggen dat Heerenveen Feyenoord met de rug tegen de muur zet. Dat het de ene naar de andere kant bij elkaar voetbalt.